In de recente aflevering van MAFS, Merit at First Sight, kregen de kijkers een vroegtijdig eindgesprek voorgeschoteld tussen Anneke en Dirk, waarbij de eens veelbelovende relatie abrupt tot zijn einde kwam. Wat aanvankelijk leek op een goede match, ontaarde in een emotionele ontsporing door het opmerkelijke gedrag van Anneke, resulterend in een onvermijdelijke scheiding. Anneke liet zich van haar minder fraaie kant zien door denigrerende opmerkingen richting Dirk, die zijn emoties niet kon bedwingen en op nationale televisie in tranen uitbarstte. Het bleek dat Dirk niet kon voldoen aan het verleizende wensenlijstje van zijn kerstverse echtgenoten, wat hem diep raakte. Het traditionele eindgesprek kon niet uitblijven, maar volgens critici in de podcast The Kijk TV, bestaande uit hen keizer Marieke het Hart en Roel den Outer, heeft Anneke zich opnieuw niet fatsoenlijk gedragen. Keizer wijst erop dat Anneke in het gesprek maar liefst 53 keer het woord ik gebruikte, wat volgens hem veelzeggend is over haar egocentrische kijk op de wereld. Het hart sluit zich hierbij aan met de opmerking dat het gesprek louter om Anneke draaide. Den Outer gaat zelfs zover om Anneke als een narcist te bestempelen, hoewel hij aarzelt dat woord te gebruiken. Toch meent hij dat het herhaaldelijk gebruik van dat woord gerechtvaardigd is, gezien haar gedrag. Het hart begrijpt niet waarom Anneke blijft herhalen dat ze niemand wil kwetsen, terwijl ze dat in werkelijkheid wel voortdurend lijkt te doen. De conclusie van het hart is scherp, Anneke toont totaal geen inlevingsvermogen in de gevoelens van Dirk. Deze mening lijkt breed gedeeld te worden door veel kijkers, die zich kunnen vinden in de kritiek op Anneke's gedrag en de impact ervan op haar relatie met Dirk. Het incident biedt stof tot nadenken over de dynamiek van relaties, de communicatie tussen partners en hoe deze elementen zich vertalen naar het televisiescherm.